Het was eigenlijk gewoon hartstikke stom. Ik kan niet anders zeggen. Je zou vanochtend bij de radio zitten, maar je was er niet. Wat is er gebeurd? Nou, het zat zo. Ik lag in mijn bed en ik werd keihard wakker gebonkt door de politie aan mijn deur. Die vroeg of ik helemaal oké was. En ik schrok een beetje, uiteraard. Toen bleek dat ik inderdaad bij 3FM werd verwacht vanochtend. Er is iets misgegaan met de planning. En het was eigenlijk gewoon hartstikke stom. Ik kan niet anders zeggen. We hebben 1500 piraten over het hele land die ook allemaal dingen willen doen. Dus het is heel veel coördineren en zo. Heel erg leuk. Maar ja, af en toe schiet er iets bij in. En 15 maart zijn dus de verkiezingen. Nou ja, dan begint het echte werk. Als je het nu al niet helemaal vol kan houden, hoe wordt dat straks dan? Nou, gelukkig is er een kleine break na de 15e. Godzijdank, want we zijn echt al een paar maanden keihard aan de slag. Campagne voeren is voor alle partijen heel erg hectisch. Maar zeker als je nog niet in de Kamer zit en je hebt nog geen budget, dan moet je het hebben van de liefde die uit de organisatie komt. En dat is dus ook echt geen soepel lopende machine. Al aan de energiedrankjes en dergelijke? Oh nee, absoluut niet. Koffie? Heel veel koffie, ja. Cocaïne? Nee.